Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, er is alweer een hele kleine update van mijn computer. Jullie weten het, mijn computertje, ik heb een nieuwe gekocht en die heb ik dus de laatste keer laten zien. Er zijn alweer een paar dingen bijgekomen. Tada! Ja, een arm. Ik heb een arm. En ik heb nu twee microfoons, heb ik nu. En dit is dus zo'n computerarm. Die heb ik erbij gekocht. Hop. Kan ik dus zo even kijken. Zo. Dus dan kan ik zo, hallo. Dus dan kan ik zo ook in hoogte verstellen en draaien en weet ik veel allemaal. Dat betekent ook dat dit een van de laatste vlogs is dat ik mijn camera binnen gebruik. Ik wil mijn camera niet meer binnen gebruiken. Daarvoor is deze setup. Ik weet niet, bij de vorige vlog, volgens mij was die er toen nog niet. Hierachter zit een lamp, een speciale lamp. Die heb ik van Kevin gehad. Kevin die had hem niet meer nodig, gebruikte hem niet meer. En ik heb dus een programmaatje en dan kan ik dus klikken en dan aanzetten. En dan kan ik hem ook in scherpte verstellen. En dit kan ik allemaal verstellen, zo. Kan ik hem zo zetten, of zo, of feller. Dus dat is wel heel erg handig, is dat. Heel erg handig. Dus, dat is weer een nieuwe upgrade. Ik ben net naar de winkel geweest. Heb ik mod alweer gehad bij de Action. Want ik wou nog LED-verlichting kopen, maar ik kwam een eurotje tekort. Er stond 12 zoveel op. En ik had precies genoeg geld bij me. En dat was dus niet zo. En ik heb trouwens ook een nieuw toetsenbord. Ik vind deze wel heel erg mooi. Met al die gekleurde lampjes allemaal. Die elke keer van kleur veranderen. Ik vind dat wel heel erg mooi. Dus weer een kleine upgrade van mijn computer, jongens. Ik ga dat ding eens even uitzetten. Want zo, dat ding dat is echt fel. Jeetje, wat is dat ding fel zeg. Je kan hem helemaal zelf instellen. Hoe je hem wil hebben. Vellen. Die kleur kan je allemaal veranderen. Je kan hem vellen. Auw, mijn ogen. Je kan hem minder fel zetten. Je kan deze kleur kan je helemaal veranderen. Je kan hem dus helemaal zo zelf maken als je zelf wil. Super, in ieder geval heel erg super. Ik ben er heel erg blij mee. En mijn computer is dus alweer een klein stukje verder. En een stukje, klein beetje meer af dan, dan de vorige update voor mij. Hier moet dus nog LED-verlichting komen rond mijn tafel. Nou, dankzij de Action moet ik nog een dag wachten. Er moet nog een tweede monitor komt erop bij. En dan ben ik klaar eigenlijk, jongens. Dan ben ik klaar. Mooie microfoon. Ik ben er heel erg blij mee. Die heb ik voor mijn moeder gehad voor mijn verjaardag. Ik ben er echt ontzettend blij mee. En de toetsenbord heb ik ook voor mijn verjaardag gehad. Ja, super toetsenbord. Ik vind hem echt super en super gaaf. En ik wil, en dan met dank natuurlijk aan Kevin de lamp. En ik wil Kevin ook nog even heel erg bedanken met alle dingen aansluiten. Ik moet even dat ding even zo zetten. Zo. Ik ben binnenkort geen last meer van. Maar ik wil Kevin ook even heel erg bedanken voor alle dingen aansluiten en zo. Want die microfoon, dat was echt een bloedwerk om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil hem bedanken voor de lamp, de monitor. Daar was ik twee schroefjes vergeten. Die moesten er nog in. Heeft u me meegeholpen. Ik wil Kevin hierbij heel erg bedanken voor zijn hulp. Die heeft het mede mogelijk gemaakt. Dat het hier nu zo netjes uitziet allemaal. En dat alles goed werkt. En alles perfect het doet. Dus zo ga ik binnenkort mijn vlogs opnemen. Als ik dan een vlog binnen heb, dan ga ik mijn vlog dus zo opnemen. Ja, ik vind het wel heel erg stoer. Dit was echt een upgrade die ik al een hele tijd wou. En dat is nu dus voor elkaar gekomen. Ik denk, als ik een nieuwe computer koop, kan ik beter gelijk ook helemaal spik en span opnieuw beginnen.
Met een hele nieuwe setup. Tafel is eigenlijk iets te klein eigenlijk. Maar die, deze printer die gaat nog weg. Die komt op die tafeltje, op dat tafeltje te staan. En dan moet die rotzooi er allemaal af. En dan ben ik al heel erg ver met mijn updatejes. Met mijn nieuwe... hoe zeg je dat ook weer? Hoe zeggen ze dat altijd? Nieuwe setup, zeggen ze altijd, hè? Nieuwe setup. Dus nog een tweede monitor erbij. En dan komt het allemaal helemaal in orde. Nou, dit was even de vlog. Dit wou ik toch nog eventjes laten zien aan jullie. Hoe ver mijn update nu is. Hoe ver ik nu ben. De volgende update die ik ga doen. Ik ga nou niet meer een update maken. Dat is pas als mijn tweede monitor er is. Ik ga alleen nog LED-verlichting ophangen, maar dat zien jullie later. En dan ga ik nog een eindvideo maken van hoe mijn setup erbij is. En hoe het echt helemaal afgerond is. We zijn al heel erg op de goede weg. En ja, ik ga dus voortaan hiero dus voortaan filmen vanaf mijn nieuwe setup. Ja, anders had ik niet al die spullen hoeven kopen. Ik vind dat... ja, camera heb je eigenlijk alleen maar nodig voor buiten. En binnen kan ik dan gewoon lekker via mijn laptop een binnenvlogje opnemen als ik wat te vertellen heb. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En ja, als je abonneert, vergeet even niet het belletje te drukken. En vergeet deze video niet te belonen met een dikke duim omhoog. Jongens, groetjes van deze kant en tot de volgende. Bye bye. Hoi.